Nou, we hebben net je liedje gehoord, Je kijkt niet naar mij. Mm-hmm. Kan je ons een beetje meenemen in waar jouw inspiratie en schrijfprocessen vandaan komen? Ja, als ik een liedje schrijf, dan is dat eigenlijk gewoon best wel gebaseerd op dingen die ik denk, voel en zie. Eigenlijk gewoon heel alledaags. Dus dit liedje heb ik geschreven op een moment dat ik me best wel ongezien voelde. En toen kwam dit eigenlijk gewoon zo op papier. En ja, daardoor schrijf ik het ook wel een beetje van me af en kan ik een soort van overview hebben over de situatie. Dus dat helpt mezelf ook heel erg daarin. Mm-hmm. Ja. Ja, mooi. Want wie is Babette dan? Of wat voor muziek maak je een beetje? Ik maak muziek een beetje tussen pop en kleinkunst in, zeg ik altijd. Ik hou erg van kleinkunst en van naar theater gaan. En dat is ook wel een beetje de kant waar ik op wil. Dus theaterconcertjes geven. Juist omdat je in theater gewoon alles kan. Dus je kan je hele eigen wereld creëren op het podium. En met alles erop en eraan. Het liefst ook met band erbij. Mm-hmm. Dus dat is een beetje waar ik naartoe wil werken. Ja, nou, dat is een super heldere richting. En zijn er dan nog bepaalde thema's of onderwerpen die je over wil brengen naar het publiek? Ja, ik zat er laatst wel een beetje over na te denken. Met de liedjes die ik tot nu toe al heb geschreven, gaat vooral over imperfectie. Is best wel een groot thema. En dan vooral een beetje de alledaagse dingen. Dus ja, je niet gezien voelen of teleurstelling dat dingen toch een beetje anders blijken te zijn. Of je wel eens een beetje alleen voelen. Gewoon dingen die eigenlijk iedereen wel meemaakt, die gewoon een beetje imperfect zijn eigenlijk. Mm-hmm. En ben je nog bezig met projecten? Kunnen we iets van je verwachten? Zeker, ja. Ja, ook dankzij Kunstbende ben ik nu een EP'tje aan het opnemen. En ik hoop dat die ergens rond september, dat ik hem dan kan uitbrengen. Spannend. Ja, zeker. Ja, leuk man. Zin in. Ik ook. Zeker. Soms kijk ik om me heen en ben ik alleen, toch het bent niet altijd wat ik wil, maar goed. Praat ik te veel, is het zwaar met mij te zijn, het is blijkbaar goed om je mond te snoeren soms, want je kijkt niet naar mij. Oh, je kijkt. Hem en haar en zij, maar ik wil er ook graag bij. Oh, je kijkt niet naar mij. Soms denk ik als ik hier ben, zonder dat jij mij echt kent, valt het wel op als ik wegren? En gaat het je aan of dat ik van zorgen 's nachts wakker lig? Of dat ik in gedachten stik? Want je kijkt niet naar mij. Oh, je kijkt niet naar mij. Je ziet hem en haar en zij. Zie je als je echt kijkt, laat je mij dan nog alleen? Ben ik onbelangrijk? Wat zie je als je echt kijkt? Dan laat je mij niet in de steek, want je kijkt niet naar mij. Oh, je kijkt niet naar mij. Hem en haar en zij, maar ik wil er ook graag bij. Oh, je kijkt niet naar mij.
Ik ben niet onbelangrijk, dat zie je als je echt kijkt. Dan laat je mij niet in de steek.